Kijk die damage gaan. Wat kan Jigglypuff eigenlijk? Pound. Nou, dat doet allemaal niet. Zie ze gewoon back to back staan, jongen. Poliwag, Charmander. Vet gezellig. Oh, nou dan niet, hè. Level 16. Ja, ja. Hij is level 16, guys. Hij is level 16. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wat? Bulbasaur is evolving. Hey, kijkers van Kings Games. Jullie weer kijken naar de gloednieuwe Pokémon Go in Minecraft aflevering. En we zijn hier vandaag in servertje nummer 3. Ik heb de shaders uitgezet zoals jullie hebben gevraagd. En jullie zien inderdaad al direct dat het een stuk smoother is. Dus daar ben ik blij heen. Blij om. En het is ook gelijk niet meer zo fel als je naar buiten loopt. Dus dat is ook heel nice. We hebben onze Bulbasaur van level 7. Onze Poliwag van level 6. En we hebben wat potions en nog heel wat pokeballen. We gaan natuurlijk allereerst... iemand zei... Kevin, doe die running shoes nou eens aan. Verdorie. En inderdaad, dat maakt het allemaal een stukje sneller. Dus die zetten we aan. En we gaan heel eventjes door de punten lopen. Dat is stap 1. Even kijken welke items we vinden vandaag. En dan gaan we natuurlijk nog een beetje trainen. Het is nodig. Een ultra ball en een super potion. Dat is nice. Een great ball en een super potion. Jullie zeiden ook al, Kevin, ga naar een andere stad. Maar ik wil eigenlijk hier nog een beetje blijven trainen, denk ik zomaar. Ik weet niet of de Pokémon's hoger worden als je een andere stad gaat trainen. Ik weet niet wat er gebeurt als we naar een andere stad gaan. Dus we blijven gewoon nog een klein beetje hier trainen. Volgens mij kunnen we er hier nog een pakken, of niet? Volgens mij wel. Ja, hier kunnen we gewoon nog een Pokestop doen, of niet? Oh nee, dit is een... Oh, hier kun je dus trainen. Oh, dit is een gym. Oh my god, dit is... Een gym. Duidelijk, daar zijn we nog niet klaar voor. Poliwag, doe maar watergun. Ik vind het wel leuk dat watergun gelijk een soort van visual ook heeft. Kijk maar. Dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het vet hoe het er allemaal uitziet. Volgens mij waren jullie enthousiast dat ik dit ook op Kings Games ga doen. Als jullie dit ook spelen, laat het dus weten. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. We gaan uiteindelijk denk ik vandaag nog wel het stadje uit. Want we moeten natuurlijk meer Pokémon vinden en gaan trainen. En ik wil ook kijken hoe je aan eieren of zo of speciale items komt. Want volgens mij moest je dat of kopen of je moest een YouTuber rank hebben. Ik snap het allemaal niet, maar dat zien we vanzelf wel. We moeten toch niet bang zijn. Onze Poliwag is insane goed. Daar gaat hij. Kijk die damage gaan. Wat kan Jigglypuff eigenlijk? Pound. Nou, dat doet allemaal niet... Ik wou zeggen niet zoveel, maar holy shit. Ik heb trouwens vet gezellig mijn Pokémon pet op en mijn Pokémon plus armbandje en de hoppakee shirt. Vet leuk toch? Ja, vind ik ook. Poké Center! Nurse Katie, you have to help me. Gooi ze in je bak. Schiet op. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dan kunnen we nu onze Poliwag weer gaan trainen. Poliwag, please don't die. Please survive next time. Moeten we al naar een ander stadje gaan? Is dat een wilde Growlithe? Nee, hè. Jullie waren vorige keer een beetje boos dat ik de verkeerde naam gebruikte. Het is Pokémon, Kevin. Ook in het meervoud. Dat is ook zo. Jullie hebben gelijk. Dat is een foutje van mij. Zie ze gewoon back-to-back staan, jongen. Poliwag, Charmander. Vet gezellig. Oh. Nou, dan niet, hè. Versla nou een Pokémon, alsjeblieft, Poliwag. Moet ik je nou weer een potion gaan geven? Dit schiet toch niet op? Quick Attack. Daar ben ik alweer van aan het huilen, natuurlijk. Maar als het goed is, gaan we dit wel winnen. Juist, jongens. Juist. Wie weet wat hier zit. Of komen we hier vandaan? Ik weet het oprecht niet. Ja, hier komen we vandaan. Oh, Kevin. Waarom snap jij de map nog niet? Het spijt me. Farfetch? Is hij van iemand? Farfetch? Farfetch? Kan ik hem... Volgens mij kan je niet met Farfetch vechten. Of wel? Farfetch? Nou, dan niet, hè. Van wie is die Farfetch dan? Ik zie ook helemaal geen trainer erbij staan. Oh yes, hij heeft hypnose geleerd. Langzaam worden onze Pokémon wat sterker. Poliwag wordt onze baas. Oh hoi. Mijn poes wil naar buiten. Anders blijft hij miauwen, weet je wel. Oh, een Growlithe. Ik wil ook een Growlithe, man. Oh. Er is iets gaande in de chat. Ik heb maar meegedaan. Je typt hype en er gaat wat gebeuren, volgens mij. Volgens mij mag ik het niet meer typen. Ik moet nog 85 seconden wachten. Iedereen hype. Ja, iedereen heeft al hype gedaan. Ik moet nog steeds wachten. Oh my god, deze hype. Ja, heel leuk die hype. Maar wat gebeurt er dan? De hype count is terug naar 1. Wat? I don't get it, man. Hype is useless. Oh, zo blij dat we hier dat ik mee heb gedaan aan de hype dan.
Ik ben level 2. Je kan nu level 8 Pokémon vinden in het wild. Oh, nice. Dus worden Pokémon, zijn nu alle Pokémon level 8 voor mij. Deze nog level 6. Maar ik kan nu level 8 Pokémon vinden. Daarvoor moet je dus levelen. Oké, we zijn nu level 2. Ik ga nog even de Pokémon trainen en dan zie ik jullie zo terug. We zijn zojuist level 3 geworden, mensen. Dat betekent dat wij Pokémon van level 10 kunnen gaan tegenkomen nu in het wild. En onze Bulbasaur zit op level 12. Poliwag 9. En we hebben een Seal gevangen van level 8. Ik ga de Bulbasaur nu als eerste trainen richting de level 16. Want als ik dat doe, dan evolueert die in Ivysaur. En ik zit hier aan het water en dat is eigenlijk gewoon ideaal. Want daar vind ik gewoon Pokémon's die ik eigenlijk de hele tijd gewoon kan one-shotten. Dus ook eigenlijk ideaal voor mij als trainer om te levelen. Dus eigenlijk vind ik dit een prima plekje. Dus we blijven hier nog een beetje rondhangen en Bulbasaur trainen. En dan zie ik jullie zodra die bijna aan het level zit die ik eigenlijk wil. Pardon, ik liet een heel klein boertje. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Goed, dames en heren. Ik moet nog een heel klein stukje voor level 4, zoals jullie rechts in beeld zien. Het is denk ik nog één Pokémon. En mijn Bulbasaur is level 15. Dus nog één leveltje en dan wordt hij Ivysaur. Dus ik dacht, dat is een mooi moment om verder te gaan. En toen kwam ik een Lickitung tegen. Nou, die had ik nog niet eerder gezien. Dus ik dacht, nou, dan een mooi moment om te starten. We gaan tegen Lickitung vechten. Onze Squirtle staat binnen of zo. We kunnen nu Sleep Powder, Poison Powder, Vine Whip en Tackle. Dus wat we gewoon doen, onze tactiek is natuurlijk Sleep Powder als eerst. Dan gaat onze Lickitung slapen. Het is maar een Lickitung voor level 3, dus die hadden we wel aangekund. Maar we gaan nu verder met Vine Whip. En dan zien wij dat deze Lickitung, als het goed is, in één keertje dood is. Nice! Laten we even kijken wat hier beneden allemaal voor mooi staat. Iets van level 10 of zo. Huh? Iets wat wij aan moeten kunnen. Oh, is dit een execute? Oeh, nice, nice. Die wil ik misschien wel vangen. Ik weet niet zeker of ik die wil vangen. Want kijk, wat ik dus heb gevonden. Ik heb een leafstone gekregen. Dus daar kan ik wel een executor mee maken. Maar goed, ik weet dus niet of ik die wil. Nog één tackle. Gaan we levelen? Is onze Bulbasaur level 16? We gaan... Nee, nog geen level 16. Maar wij wel, level 4. Kijk maar. Yeah! We gaan gewoon heel even naar het water. En dan gaan we heel even kijken wat we kunnen killen. Doe maar een Fine Whip gelijk. Ik denk dat het genoeg damage doet. Dus even kijken. Ja hoor, level 16 of niet? Bulbasaur level 16? Nee, nog niet. God damn it. Poliwag, ga jij onze Bulbasaur een Venusaur laten worden? Please, Fine Whip. Sterf. Goed kijken naar die levels, hè jongens. Level. Nee. Nog steeds level 15. Oh man. Fine Whip. Word onze redder. Magikarp. Word onze redder. Nog steeds level 15. God. Bulbasaur, hoeveel moet je nog, joh? Deze Magikarp dan van level 12. Word jij onze redder in nood? Nee, nog steeds niet. God. Het kan toch niet veel meer zijn. Goed, we gaan deze Slowpoke dan maar doen, hè? Nog steeds geen level 16. Oh my god, waarom duurt het zo lang? Jij dan misschien? Nu lijkt het echt alsof Magikarp mijn Pokémon is in plaats van Bulbasaur. Nog steeds niet. Oh my god. Level 16! Ja! Ja! Hij is level 16, guys. Hij is level 16. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wat? Bulbasaur is evolving. Oh jee. Stop Bulbasaur van evolving. Nee, tuurlijk niet. We laten Bulbasaur evolven. Boom! Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Onze Ivysaur. Ja toch. Boom! Nice, guys. We hebben onze Ivysaur. Wij zijn level 4. We hebben een Ivysaur. We gaan natuurlijk ook onze Poliwag en onze Seal trainen. Dat is de basis van ons team. En ik denk dat ik de volgende keer een keer naar een andere stad ga. En misschien dat jullie mij dan kunnen leiden naar de goede plekjes. Die in de buurt zitten van de beginstad. Zo van, nou Kevin, je moet echt deze kant op hoor. Je moet hier zijn voor toffe Pokémon. En jullie weten misschien wel dat Electabuzz mijn lievelingspokémon is. Ik weet niet of je die ergens tegen kunnen komen. Maar dat is in ieder geval wel een Pokémon die ik wil tegenkomen. We lopen nog even snel hier doorheen. Wie weet wat we vinden. Een Pokéball en een Super Potion. Dat is allemaal niet zo heel boeiend. Ga nog heel even hier doorheen. En nog een Pokéball en een Super Potion. Dat is ook niet heel boeiend. We gaan naar het Pokécenter. Dan laat ik jullie nog heel even de Ivysaur zien. Dat is een shine momentje. En dan ga ik hem afsluiten voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk. Blijf jullie feedback droppen natuurlijk. En als jullie deze video's leuk vinden, laat het dan zien door je like of ook in de reacties.
zoals met die shaders, daar luister ik wel naar. Dan zet ik hem gewoon uit als het fijner kijken is. En voor mij ook fijner spelen. Dus dank daarvoor. Mensen, ik gooi nog heel even hier zo mijn Ivysaur neer. Kijk nou eens heel even naar dit schatje. Pam, 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 pam. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.